Laten we tot slot nog even de visies van Bullock en Vest met elkaar vergelijken. Als het gaat om continuïteit of discontinuïteit in de Duitse geschiedenis. Bullock zegt: Duitsland kent een traditie van nationalisme, militarisme, ontzag voor autoriteit en verheerlijking van de staat. Dat zien we al in het pruisen van Frederik de Grote. Bismarck, Tweede Duitse Keizerrijk, Hindenburg. En als je het zo bekijkt, dan is Hitler natuurlijk niet. Een geheel onlogisch vervolg van die Duitse geschiedenis. Natuurlijk is Bullock genuanceerd. Hij zegt: Er waren ook miljoenen Duitsers die niet op Hitler hebben gestemd. Maar om nou te zeggen dat Hitler een totale verrassing is in de Duitse geschiedenis, dat is ook weer niet het geval. Als we naar nou vest kijken, dan ziet hij Duitsland vooral gedragen door een gecultiveerde, fatsoenlijke middenklasse. Die middelklasse krijgt het hard te verduren. De Eerste Wereldoorlog, het verlies, de vernedering van Versailles. En dan de beide economische crises van 23 en 29. Dat fatsoenlijke fundament is zwaar aangeslagen. Die mensen zitten in het nauw. Die economische crisis leidde tot politieke crisis. En die politieke crisis levert Hitler op. Dus het zijn bijzonder. Uh, afwijkende omstandigheden in die Duitse geschiedenis, bijzonder uh, uh, een enorme crisis die zich daar voordoet. Dat is, uh, dat is geen normale omstandigheid. En daaruit krijgt Putti Hitler zijn kans. Dus de omstandigheden gekoppeld aan de, de persoon van Hitler en zijn specifieke talenten, dat levert uiteindelijk de dictatuur van Hitler op. Hitler is dus niet een automatisch, een uh, natuurlijk gevolg. Op die, op die lijn van de Duitse geschiedenis. Hij is een anomalie, een afwijking. En zo zien we hoe deze twee reuzen, waar het ja, moderne Hitleronderzoek op gebaseerd is, Bullock en Vest, uh, toch een, een verschillende mening hebben over continuïteit of discontinuïteit. Bullock ziet meer continuïteit en Vest ziet meer discontinuïteit. Continuïteit en discontinuïteit zijn een blijvend thema geworden in dat verhaal rond Hitler en zijn heerschappij. Een hele beroemde uitspraak naar aanleiding van dat thema is er natuurlijk eentje van Frits Fischer, een historicus uit Hamburg. Die in, uh, in 1989 in de, in de Spiegel een uh, artikel heeft geschreven. waarin hij zegt. we moeten niet denken dat Hitler een betriebsunfall was. Een ongelukje in de Duitse geschiedenis. Dus met andere woorden, in dat artikel betoogt hij dat toch wel degelijk. Hitler een, uh, ja, een tamelijk logisch, niet onverwacht gevolg. van die Duitse geschiedenis was. Dat heeft nog een staartje gekregen. In 2018, dit hele verhaal over continuïteit en discontinuïteit. En dat uh, heeft te maken met een uitspraak van Alexander Gauland. Dat is de partij- en fractievoorzitter van de Alternatieve Vuur Duitsland. Dat is een rechtse populistische partij in Duitsland. En die heeft uh, tijdens een. een, een een congres tegen zijn aanhangers gezegd: ja, die Hitler en de Nazis, dat is slechts een, een, een beetje vogelpoep in duizend jaar succesvolle Duitse geschiedenis. We hebben een roemrijke geschiedenis, zei die Gauland en beste vrienden. En, en die duurt langer dan die verdomde twaalf jaar. Met andere woorden, ach, die Hitler, dat is natuurlijk vervelend geweest, maar dat is twaalf jaar. En als, als je die hele geschiedenis bekijkt. Dan heeft Duitsland daar prachtige dingen gebeurd. En door steeds maar weer te focussen op die 12 jaar lijkt dat Duitsland uh, ja, to toch veel minder dan het in werkelijkheid is. Het is slechts een vogelpoepje op de Duitse geschiedenis. U begrijpt dat deze uitspraak uit 2018 een storm van verontwaardiging heeft uitgelokt. In 1979 had de Cumberland Lodge Conference. Het thema The National Socialist Regime and German Society. Dus die Cumberland Lodge Conference is, uh, wordt jaarlijks georganiseerd en heeft dan steeds een ander thema. In dit geval ging het dus over Duitsland. Daar kwam het tot een botsing tussen twee visies op Hitler en zijn regime. Tim Mason heeft die twee uh, partijen, die twee groepen die daar tegenover elkaar kwamen te staan, van een label voorzien: functionalists en intentionalists. We gaan kijken in de komende dia's wat die twee groepen te vertellen hebben over Hitler en zijn regime. Rechts op de dia zien we vier Duitse historici: Klaus Hildebrand, Karl Dietrich Bracha, Andreas Hilgrober en Eberhard Jekel. Zij hebben hele verschillende werken geschreven, maar wat deze mensen verbindt is het idee dat Hitler duidelijke ideeën had, ideeën bijvoorbeeld over de Joden die een groot gevaar voor Duitsland en de wereld zouden vormen, en dat daaraan dat jodenprobleem iets gedaan zou moeten worden. Een ander uh, basisidee van Hitler was het idee van de levensraam. Deze vier historici kunnen berekenen tot de school van de intentionalisten. Zij gaan ervan uit dat Hitlers ideeën, die uh, een soort uh, programma vormden, werden uitgewerkt in concrete maatregelen. Dus in deze zin is Hitler een idealist een man met ideeën en de macht die Hitler had wendde hij aan om die ideeën in praktijk te brengen. Dus Hitlers ideologie, zijn denkbeelden waren voor deze historici van het grootste belang, want zij vormden de basis voor het handelen in het Derde Rijk. Dan kunnen we natuurlijk vergelijken met het boek van Bullock. Bullock die zegt: Hitler was het alleen maar te doen om de macht. Het ging hem niet om met die macht iets te doen, om idealen, ideeën te verwezenlijken. Nee, Hitler wilde macht en nog meer macht hebben. Macht op zichzelf en niets om er iets mee te doen. Als, als we dat vergelijken met de standpunten van deze historici, dan zien we dat die dus lijnrecht tegenover elkaar staan. Hitler is wel degelijk een man van ideeën en die ideeën zijn in praktijk gebracht. Hitler was de motor achter het hele gebeuren. Als bij Bullock Hitler een Machiavellist is, de man die het te doen is om de macht en die vast te houden, dan is hij in de visie van de historici die we net bekeken hebben een man van ideeën. De meest extreme intentionalisten waren Jekyll en Hildebrand. En zij zeggen Hitlers regime was een regime van alleenheerschappij. Hitler had het voor het zeggen. Hij bepaalde de agenda en hij bepaalde wat er gebeurde. Dus met andere woorden, de denkbeelden van Hitler, om het een uh, Duits woord aan te duiden als zijn Weltanschauung, die stond centraal. Vandaar ook dat een, uh, een, een beroemd werk van Eberhard Jekel heet Hitlers Herrschaft, Hitler heerst dus. En dat is een vollzug einer Weltanschauung, dus de, de uitwerking van een, uh, van, een, uh, van een wereldbeschouwing. In de Engelse versie zegt Ian Kershaw: is die ondertitel Blueprint For power, een blueprint for power, een, een blauwdruk voor, voor de macht. Dus op het moment dat Hitler aan de macht komt, dan gaat hij uitvoeren wat hij in Mijn Kampf al allemaal heeft opgeschreven. Mensen hadden het kunnen weten, Hitler zei precies hoe hij de wereld zag, dat had hij daarop geschreven. En op het moment dat hij aan de macht komt, gaat hij eraan werken om die ideeën in praktijk te brengen. Alleenheerschappij en Weltanschauung, dat staat centraal. Die andere groep historici die tegenover de intentionalisten stonden, waren de functionalisten. En het woord zegt het al: functioneren betekent hoe iets werkt. Hoe functioneert iets? Dus de functionalisten die zeiden: het is allemaal niet zo interessant om naar die figuur van Hitler zelf te gaan kijken. Wat veel interessanter is, is om te kijken hoe zat dat Derde Rijk nou in elkaar? Hoe functioneerde het? Hoe werkte het? En natuurlijk moet je dan gaan kijken naar de rol van Hitler. Wat, uh, welke plaats had Hitler binnen dat systeem. Maar om alleen maar naar Hitler te kijken, dat is een ouderwetse manier van geschiedschrijven. Dan draait geschiedenis om de rol van de grote man. Maar we hebben al eerder besproken in deze reeks dat het, uh, dat het idee van de grote man uit de tijd was in de jaren. Late jaren zeventig en jaren tachtig. Het idee was dat mensen maar een beperkte rol kunnen spelen in de geschiedenis en dat maatschappelijke structuren veel belangrijker zijn. Dus wat dat betreft waren die functionalisten een modieuze groep historici. Dus hun vraag is: hoe werkte het natiebestuur en welke rol vervulde Hitler in dit systeem? Wat inmiddels ook duidelijk was geworden was dat dat, uh, dat hele naziregime, dat dat nogal uh, chaotisch in elkaar zat. Het idee dat dat allemaal strak georganiseerd was, dat, uh, ja, dat had meer te maken met propaganda van de nazi's dan met de werkelijkheid. Dus dat hele... Duitse bestuur onder de nazi's... dat bestond uit allerlei regeringsinstellingen... die elkaar deels overlapten, die elkaar tegenwerkten... die streden om de macht, om de aandacht van de Führer... en dan bovendien, wat Hitler ook nog vaak deed... was allerlei uh, mensen benoemen met speciale opdrachten... die dan ook weer over allerlei overheidsinstellingen heen gingen. Dus het was bestuurlijk gezien een chaos. Die chaos... Ja, die kwam Hitler natuurlijk ook wel goed uit. Want het oude dictum, uh, divide et impera, uh, verdeel en heers, dat ging hier natuurlijk in belangrijke mate op. Hitler kon boven die ruzien, ruziende facties blijven staan en uiteindelijk uh, ja, de zaak bij elkaar houden. Hij had dus vooral een rol om dat hele zaakje ja, er toch nog een soort samenhang te geven. Maar als je het bekijkt, institutioneel dan was dat derde rijk een chaos nou typisch uh, voor uh, voor die mensen die uitgingen van deze functionalistische visie en een van de, de grote mannen in die onderzoeksgroep kunt u op de titel uh, daar op dat boek zien wat daar link, uh, rechts op de dia staat dat uh, is hans monsen en die hans monsen die heeft een boek geschreven waar de titel natuurlijk meteen al reflecteert wat die functionalisten vinden de titel luidt Herrschaftsalltag im Drieten Reich. Dus waar het over gaat, is hoe het uh, ja, dagelijkse bestuur, hoe dat, uh, hoe dat functioneerde in het derde Rijk. Het gaat over, over ja, bestuur. Wie hebben het daarvoor te zeggen? Hoe verhouden die groepen zich tot elkaar en welke rol speelt Hitler daarin? Het gaat over "Herrschaftsaltaak" en niet gaan uh, toespitsen op die persoon van Hitler. Dat is geschiedenis van de oude stempel. Als het om ideeën gaat, zegt Mommsen, zijn die ideeën van Hitler veel te vaag en veel te onduidelijk omschreven. om daar echt mee te kunnen werken. om dat te gaan gebruiken als een agenda voor, uh, voor politiek handelen. We zien het hier samengevat door Ian Kershaw. Hij had maar een beperkt aantal fanatically held but fake ideological fixations. En dat was onmogelijk om daar een echt een, ja, een programma van te maken waarop op basis waarvan je rationele beslissingen zou kunnen nemen. En hoe we dan Hitler moeten zien is in de eerste plaats als een soort propagandist. En het ging meer om, om, om een soort uiterlijk te geven aan dat aan dat regime. En om te kijken naar het juiste moment om iets te doen maar om te zeggen van dat dit nou een... Een, een, een duidelijke, goed omschreven, uitgediepte ideologie was, nou, dat was niet het geval. Het waren meer een soort propagandakreten die daar geslaagd werden, in plaats van firm statements of intent. Die studie van de dagelijkse gang van zaken in het Duitse bestuur tijdens het bewind van Hitler leidde tot een soort schema wat de rol van Hitler omschreef, het bestuur omschreef. En ook liet zien waarom uiteindelijk dat Rijk van Hitler instortte. Laten we eens even naar dit uh, schema gaan kijken. De titel is, uh, ja, het gaat over de functionalisten, maar waar het op neerkomt is dat het geen monocratie was, maar een polycratie. Laten we eens even gaan kijken hoe we dat in dit schema terugvinden. Die uh, Monsen heeft uh, Hitler Ooit een zwakke dictator genoemd, en dat lijkt op het eerste gezicht uh, bevreemdend, want als we ooit een sterke man in de geschiedenis hebben gezien, dan zouden we op het eerste gezicht denken, is dat toch Hitler geweest? De, de Führer, een zwakke dictator, wat is dit nu? Nou, die monster zegt, uh, hij is een zwakke dictator omdat hij alleen maar een propagandist is die een soort kader aangeeft. En dat kader is de Joden. Dat is zijn de verklaringen voor, voor alle ellende in Duitsland en in de wereld. En een volk, om in de geschiedenis zijn weg te kunnen vinden, om te kunnen blijven bestaan, heeft meer ruimte nodig. Nou, dat, dat is een. Dat is, ja, maar hoe, hoe ga je dat in praktijk dan uitwerken? Wat, wat betekent dat dan politiek? Dat soort dingen. Dus het is een, een, een vaag kader wat de dictator aangeeft. Dus in die zin, zegt Monsen is Hitler een zwakke dictator. Waar leidt dat nu toe? Nou, in Duitsland ontstaat er een zogenaamd, volgens de functionalisten, een polycratisch systeem. Dus polycratisch betekent dat er vele punten zijn waar, waar, de, waar de macht zit. Dus, dus de macht is niet gecentreerd bij één persoon, bij één instituut, maar die macht is verdeeld. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een bestuurlijke chaos... Een chaos van concurrerende en overlappende staatsinstellingen. En dan ook nog eens speciaal gemachtigden die daar weer tussendoor fietsen. Dus uh, ik heb daar wat uh, willekeurig wat dingen bij geplakt. Dus dat was een Duits leger natuurlijk, maar dat was ook een, een apart Duits leger, het leger van de SS. En dan hadden we ook nog de Sturmabteilung. Uh, we hadden uh, de, de inlichtingendiensten, die, die verschillende. De ziekenhuisdiensten, de, de de Gestapo. Dan was er ook nog de partij als, als organisatie. Er waren ministers, maar die, die botsten weer met Gauleiter. Uh, uh, dus de, al die verschillende, en dan die speciaalgevolmachtigden dus. Al, al die, 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 die punten waar men uh, beslissingen dacht te nemen... die concurreerden met elkaar en die wilden de aandacht van Hitler hebben... Want Hitler was uiteindelijk dan de man die kon zeggen, oké, okay, dit gaan we doen. Maar wat Hitler deed, was tegen een heleboel mensen zeggen, nou prima, dit gaan we doen. En dat waren vaak zaken die met elkaar botsten. En als, als daar dus botsingen van kwamen en men probeerde dat voor te leggen aan Hitler, dan hield Hitler zich afzijdig. Dat was een soort sociaal Darwinisme, laat ze het zelf maar onderling uitvechten. En de sterkste, die komt boven. Waar leidt dat nou toe? Om die, omdat die instellingen, en ook die speciaal gevolmachtigden. Die, 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 die vochten onderling om de aandacht van Hitler, want hij was uiteindelijk de persoon die de doorslag kon geven. Dat leidde ertoe dat men probeerde op alle mogelijke manieren de aandacht van Hitler te krijgen. En uh, dat, dat, uh, dat mondde uit in, in het doen van steeds extremere voorstellen. Nou, dus we zouden dat kunnen bekijken, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de Joden. Dat Hitler zei: Die Joden zijn een probleem. Maar concrete maatregelen om Joden aan te pakken, die kwamen dan vanuit het systeem. Om dan Hitler een plezier te doen, werden die voorstellen om iets met Joden te doen, werden steeds radicaler. En dat noemen de functionalisten cumulatieve radicalisering. Dus we hebben het kader, de zwakke dictator. We hebben de, 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 de concurrerende staatsinstellingen en, en individuen die daar ook nog bij komen. En die doen steeds extremere voorstellen. Die cumulatieve radicalisering die leidt op een gegeven moment tot die totale oorlog die Duitsland gaat voeren. Die, die, die levensruim, die, de oorlog tegen de Joden. En zeggen de functionalisten, het was natuurlijk onvermijdelijk als die radicalisering maar toeneemt en toeneemt dat daar op een gegeven moment een einde aan moet komen. Door misschien verzet binnen Duitsland, maar in ieder geval dat de wereld om Duitsland heen dat niet meer pikt. En ook omdat ze er niet meer omheen kunnen. De oorlog die ontketend wordt en die steeds groter wordt. Dus de zwakke dictator geeft het kader aan. Bestuurlijke instellingen die met elkaar concurreren, proberen, die dat kader in die vage ideeën om te zetten in concrete maatregelen, die worden steeds extremer. Cumulatieve radicalisering. En het onvermijdelijke gevolg is dat de hele zaak gaat, zal instorten. De onvermijdelijke instorting als gevolg van radicalisering dus. Dus dit is in grote lijnen wat die functionalisten beweren. De persoon van Hitler is dus weliswaar een belangrijk element in het hele verhaal. Maar het draait niet alleen om Hitler. Het gaat ook om de dagelijkse gang van zaken. Het debat in de jaren 80 en 90 werd bepaald door de intentionalisten en de functionalisten die lijnrecht tegenover elkaar stonden zoals we gezien hebben. In 1999 verscheen het eerste deel van een nieuwe biografie van Adolf Hitler. En die biografie die was geschreven door Ian Kershaw. Deze Kershaw is een man die in 1943 is geboren en die in eerste instantie middeleeuwse geschiedenis gestudeerd had. Hij heeft een... Uh, hij heeft een dissertatie geschreven over Bolton Priory. Dus in eerste instantie zou men denken: wat moet een medievist, een man gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis, wat moet hij in het Hitlerdebat? Maar we zullen zo zien hoe Kershaw op Hitler en op Duitsland kwam. In 1972 verbleef Ian Kershaw in Duitsland en hij raakte daar in gesprek met een oude nazi. En die, die in dat gesprek zei hij, als jullie Engelsen met ons mee hadden gedaan, dan hadden we het bolsjewisme kunnen, kunnen vernietigen. En, en, en die Joden zijn stelletje luizen. Dat, die, die uitbarsting van deze oude natie, ja, die verbaasde en die schokte Kershaw. En dat bracht hem op het, op het idee om zijn, zijn historische studies te verleggen van de middeleeuwen. Naar de geschiedenis van Duitsland. Het bleef hem bij wat die man daar gezegd had. En Kershaw wilde er meer van weten. En hij werd dus van medievist een historicus op het gebied van Duitse moderne geschiedenis. Hij kreeg ook een nieuwe post aan de Universiteit van Manchester. En daar ging hij dus werken aan Nazi-Germany. De studies van Kershaw zouden dus uiteindelijk leiden tot een tweedelige Hitler biografie. Het eerste deel kwam in 1999 uit en dat ging over de periode van Hitlers geboorte, 1889 tot 1936, het punt waar Hitler het Rijnland laat binnentrekken. En dat boek heet Hubris. Hoogmoed. Het tweede deel kwam een jaar later uit, dat gaat over de periode 1936 tot 1945 en dat heet Nemesis. En we hebben al gezien dat die woorden ontleend waren aan het boek van Ellen Bullock. Het is een duidelijke verwijzing naar die eerste grote Hitlerbiografie. Die boeken van Kershaw hebben lang gegolden als de Hitlerbiografie. biografie. Dus als we het zaakje overzien. Dan, dan kunnen we zeggen in 1952 kwam Bullock. Dat heeft twintig jaar gestaan. Toen kwam daar verst bij in 1973. En de eerstvolgende echte hele grote biografie is die dus van Ian Kershaw. Maar die is inmiddels dus ook alweer twintig jaar oud. Kershaw die is uh, van Manchester verhuisd uiteindelijk naar Sheffield, University of Sheffield, en is daar professor of modern history geworden. En daar is hij gebleven tot hij met pensioen ging in 2008. In die tussentijd heeft hij nog een hele reeks boeken geschreven en hij gaat daar nog steeds mee door. En uh, ja, hij geldt inmiddels als een van de grote uh, experts op het gebied van de moderne Duitse geschiedenis. Hij is in 2002 ook nog geridderd, dus we moeten nu Sir Ian eigenlijk tegen hem zeggen. Hij is lid van de British Academy en van de Royal Historical Society. Het kan maar niet op. En, uh, nou, we moeten dus maar eens gaan kijken wat Kershaw nou in die grote biografie van hem allemaal te melden heeft. We zien het vaak in onderzoek. Iemand komt of een groep uh, wetenschappers komen met een stelling en ja, dan komt er een andere groep die zegt nee, daar klopt helemaal niks van, het moet helemaal het tegenovergestelde zijn, een these en een antithese en meestal komt dan uiteindelijk de klepel die van de ene kant naar en de andere zwaait toch weer ergens in het midden uit en we zouden kunnen zeggen dat die biografie van Ian Kershaw een soort synthese betekent een synthese van de stellingen van de intentionalisten en die van de functionalisten dus in uh, Intentie en structuur, zegt Kershaw, dat zijn ja, twee kanten van dezelfde medaille. Het een kan niet zonder het ander. Ze dus hebben alle twee, hebben ze werkelijk iets te vertellen over, over Hitler en over hoe dat regime functioneerde. Maar ze zijn niet zozeer tegenstellingen als twee noodzakelijkheden die samen dus het beeld bepalen. In zijn biografie schrijft Ian Kershaw dat het natuurlijk vanzelfsprekend van groot belang is om te gaan kijken naar de persoon van Hitler. Want het zijn zijn ideeën die de inspiratie hebben gevormd voor het naziregime. Alleen al het feit dat Kershaw een biografie schrijft, laat zien dat hij vindt dat de persoon van Hitler van belang is. De functionalisten zouden natuurlijk nooit een biografie schrijven, omdat zij vinden dat het, 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 hoe, het, hoe het systeem werkt van belang is. Dan ga je dus niet een heel boek wijden aan één persoon binnen dat systeem. Alleen al dus het feit dat Kershaw een biografie schrijft, laat zien dat hij niet alleen maar functionalistisch wil denken. Het gaat ook om de dictator en zijn ideeën. Maar natuurlijk, zegt Kershaw, moeten we behalve de dictator ook de dictatuur onder de loep nemen. Want die, die bestuurstructuur, hoe het werkte, die steunde op, op maatschappelijke impulsen. Die de dictatuur zijn dynamiek gaven. Dus welke kant ontwikkelde die dictatuur zich op. Nou, dat had te maken met die impulsen die van onderaf kwamen en die ervoor zorgden dat men ja, voldoende eenheid in die samenleving had om ook dingen voor elkaar te krijgen. Wat niet door Hitler zelf, maar op initiatief van anderen werd gedaan en op gang werd gebracht. Is voor het inzicht in de noodlottige cumulatieve radicalisering van het regime minstens even belangrijk, zegt Ian Kershaw. Dus Kershaw zegt: De persoon van Hitler is van belang, in de zin dat hij met ideeën kwam. Maar die ideeën waren te vaag om daar direct iets mee te doen. Dus om die te concretiseren, moesten er initiatieven van de andere kant komen, van onderaf dus eigenlijk. Er is hier de sprake van gezag van bovenaf, het kader, en van onderaf komen dan initiatieven. Die vaag geformuleerde ideologische doelstellingen van Hitler werden gerealiseerd dankzij de initiatieven van diegenen die zijn visionaire ideeën in vervulling wilden laten gaan. Dus ze werkte Hitler tegemoet. Men wachtte niet af, men keek wat, is, wat, wat wilde vuren. Dat probeerde men te interpreteren en men probeerde daar concrete vorm aan te geven. Uiteindelijk is het gezag van de vuren van beslissend belang. Liet hij de zaken lopen, maakte hij bepaalde keuzes, speelde hij instellingen tegen elkaar uit? Hitler had dus een, een, een absoluut belangrijke, cruciale rol in het hele systeem. Maar het systeem werkte in praktijk alleen maar omdat er ook initiatief van onderaf kwam. De initiatieven waaraan hij zijn goedkeuring hechtte, waren vaker van anderen dan van hemzelf afkomstig. Hij gaf een kader, maar maakte dat niet. Concreet. En dat zorgde er ook voor dat Hitler zijn absolute macht vast kon houden: verdeel en heers. Dat idee van Kershaw, van die wisselwerking tussen Hitler die een kader aangeeft en de initiatieven van onderaf, heeft hij bevestigd gevonden in een, uh, ja, in een stelregel van een natiebestuurder uit 1934. En uh, Kershaw zegt daarover. Dit motto vormt in zekere zin het leidmotief van dit boek. Het hield in dat iedereen in het de Derde Rijk de plicht had, en daar komt het citaat, in de geest van de vuren hem tegemoet te werken, zonder instructies van hogerhand af te wachten. Het in praktijk brengen van dit gebod was een van de drijvende krachten van het de Derde Rijk. Met andere woorden, de aanhangers van Hitler werden opgeroepen om niet te gaan zitten wachten op, uh, op aanwijzingen van bovenaf. Maar om te anticiperen op, uh, op ideeën van Hitler en te kijken hoe men het beste die ideeën in praktijk kon brengen. En zo ontstond er dus een dynamiek tussen Hitler de dictator en de, uh, zijn aanhangers in Duitsland. De vuren moet tegemoet gewerkt worden. Volker Ullrich, die in 2013. In Duitsland zijn het eerste deel van zijn Hitlerbiografie uitgaf. Die vat het als volgt samen: het gaat over de wisselwerking, de wisselwerking tussen Hitlers intenties en de structureel bepaalde druk tot handelen die uitging van de aan hem ondergeschikte rangen en instituties. De structuur van dat derde Rijk met al die concurrerende instellingen die maakten zich druk om de aandacht van Hitler. Te, te krijgen en dat deden ze door in te spelen op zijn intenties. Dus hier komen intentie en structuur, de structuralisten is een andere term voor functionalisten, bij elkaar. Dit is die synthese van Kershaw, die uh, wisselwerking tussen Hitlers intenties en de structureel bepaalde druk tot handelen, die uitging van de aan hem ondergeschikte rangen en instituties. Zou, zo luidt de centrale these van Kershaw de ontketende dynamiek van het regime verklaren. Die ontketende dynamiek betekent dat, het, dat de, de snelheid steeds opgevoerd wordt, het wordt steeds radicaler. Daarmee maakte Kershaw dus een einde aan die onvruchtbaar geworden strijd tussen intentionalisten, het is helemaal zwart of het is helemaal wit, van de structuralisten. Het, eigenlijk kunnen die twee niet zonder elkaar. Er is een intentie, maar er is ook een structuur. En het inwerken van die twee op elkaar, die, dat verklaart de, het regime van Hitler en zijn rol daarin. Eerder zagen we hoe Ian Kershaw kritiek had op de biografie van Joachim Vest. Volgens Kershaw was die biografie uit evenwicht, omdat er veel te veel tijd werd besteed aan het vroege leven van Adolf Hitler. En een ander verwijt wat Kershaw had aan het adres van Joachim Vest was dat hij te weinig aandacht had voor sociaal-economische factoren. In 2002 werd de, die, die biografie van Joachim Vest opnieuw uitgegeven en hij heeft daar een nieuwe inleiding voor geschreven. En in die inleiding geeft Joachim Vest weer kritiek op het boek van Ian Kershaw, de biografie van Ian Kershaw. Hij zegt. Uh, ja, dat, uh, die, die Kershaw die probeert om, uh, om Hitlers uh, optreden te verklaren vanuit maatschappelijke krachten. En uh, daar zit al een spanning in natuurlijk van, van de ene kant. Hè. Dus als je zegt het gaat om maatschappelijke krachten, dat moet de verklaring zijn voor, voor die Hitler. Dan is het de vraag of je eigenlijk wel een biografie kunt schrijven. Dus daar zit een soort paradox. En Vest uh, en zegt, ja buiten uh, één uh, passage die hij gevonden heeft van een... Uh, van een uh, een beambte die, die dan zegt: de vuren moeten gemoet gewerkt worden. Zegt hij. Nou, in die, in die bijna 2500 bladzijden van dat, van dat werk. maakt hij verder absoluut niet duidelijk hoe dat breder kan worden onderbouwd. Buiten die ene passage kan hij eigenlijk weinig opdiepen. En hij, hij wijst. Op, op, op die paradox dus van een biografie waarin de hoofdpersoon wordt, uh, wordt uh, ja, teruggebracht tot een soort verzamelpunt van maatschappelijke krachten. Uh, hier, hier zit een spanning van ja, hoe, hoe is dan toch die, die, die enorme macht, die uitstraling van Hitler te verklaren als het alleen maar een propagandist is met een paar vage ideeën. Dus we zien hier hoe Jan Ginvest in deze nieuwe inleiding terugslaat naar de kritiek van Ian Kershaw op zijn boek. Hoewel Ian Kershaw dus de man is van de synthese, is het ook wel duidelijk dat zijn voorkeur in zijn grote biografie vooral toch gaat naar de functionalisten, het functioneren van het regime, het onderzoek naar maatschappelijke krachten die Hitler mogelijk maakte en zijn regime in stand hielden. We zien 15 jaar na de grote biografie van Kershaw een nieuwe biografie uitkomen, geschreven door Peter Longerich. En Longerich die verschuift het debat weer toch weer in de richting van de invloed en de macht van de persoon van Hitler. Dus we zagen het begon eigenlijk met Hitler als de almachtige man, de, de monocratie en het verschoof bij de functionalisten naar de polycratie en nu spreekt Peter Longerich van een vure autocratie. Hij, hij beweert, als je kijkt wat Hitler gedaan heeft, dan zie je dat vanaf 1933 nadat hij Rijkskanselier is geworden, dat hij een machtspositie heeft opgebouwd, die, die bestaat uit een hele serie van concrete bevoegdheden. En dan kun je wel zeggen, ja, Hitler was een, vooral een propagandist. Maar dat, dat, dat is ongetwijfeld zo. En Hitler is ook natuurlijk op, op alle mogelijke manieren gepromoot met de middelen van die tijd. Met, via film en radio, noem het maar op. Maar van de andere kant heeft hij ook gewoon een solide machtsbasis opgebouwd. En dat is uiteindelijk toch de basis van zijn macht geweest. En niet dat uh, uiterlijk vertoon. Longrich zegt in zijn boek dat die macht van Hitler uiteindelijk niet. Gebaseerd was op zijn vermeende charisma. Hè, hoewel het regime dat natuurlijk wel uh, propageerde. Maar dat, dat die macht van Hitler was gestoeld op, op concrete machtsmiddelen. Dat regime beheerste de openbare mening, de openbare ruimte. Was, het was onmogelijk om een andere mening naar voren te brengen behalve die van het, van het regime. Dat was een goed georganiseerd en, en met het aura van, 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 van angst en verschrikking omgeven repressieapparaat. En de volksgenossen, de, de, de Duitsers in de straat. Die werden door een wijd vertakt uh, apparaat van uh, de partij en, uh, en allerlei andere organisaties in de gaten gehouden. En dat is wat die, de macht van, van Hitler behelsde en de macht van Hitler uitmaakte. En niet dat, uh, dat, uh, dat beeld van, uh, van de, de geïnspireerde charismatische vuur. Longeries zegt: Kun je Hitler een zwakke dictator noemen als we kijken naar bevoegdheden die hij in de loop van de tijd verzameld heeft? We zien stap voor stap hoe vanaf 1933 Hitler rijkskanselier wordt. en dan vervolgens uh, gaat regeren zonder parlement, hij de functies van Hindenburg overneemt. Door middel van een referenda laat hij voortdurend de bevolking dan zeggen dat het in orde is. En dan uiteindelijk, buiten de politieke macht, komt hem dan ook nog alle militaire macht toe. Als hij in 1938 de oberste bevelshaber wordt van de Duitse Weermacht. Nou, dat zijn concrete bevoegdheden. Dat is niet een man die alleen maar een kader uitzet en dat dan door anderen in laat vullen. Dit is een man die stap voor stap machts. Uh, posities weet te verzamelen tot hij uiteindelijk de absolute macht in handen heeft Longerich gaat nog een stap verder hij zegt uh, niet alleen dat Hitler dus al die, die machtsfuncties in handen wist te krijgen maar dat Hitler zich ook met de dagelijkse gang van zaken bezighield Innerhalb der van hem errichtete autocratie hield Hitler die entscheidende politieke bereiken niet nur fest in de hand, sondern steuerte ze ook door detailleerde detaillierte met onder op tägliche basis. Dus op uh, dagelijkse basis hield Hitler zich bezig met, wat het, met het reilen en zeilen van het Derde Rijk. Van de zwakke dictator en de man die alleen maar een vaak kader aangeeft, is in deze biografie niks meer over. Natuurlijk is er ook weer kritiek gekomen op het boek van Peter Longerich. En die kritiek houdt onder andere in, wat hier in deze recensie staat, dat als Hitler dan inderdaad al die machtsposities in handen had en zich ook nog eens dagelijks uh, met het dagelijks bestuur bezig hield en al die details wilde overzien, wordt hier gezegd van ja, Longerich maakt niet duidelijk hoe het in godsnaam mogelijk is dat iemand dus dat allemaal kan overzien. Waar haalt hij de tijd vandaan om dat dan allemaal uh, te doen? En uh, ja, deze biografie is ook een, een, een biografie die tekenend is voor onze eigen tijd. We zijn afgestapt voor het, van het idee van uh, sociaal-economische structuren die bepalen wat er gebeurt en we zijn weer terug bij het individu als basis. Het, er is geen noodlot wat uh, de geschiedenis bepaalt. Er is geen, uh, geen objectieve uh, historische logica, uh, een soort uh, Marxistische theorie van sociaal-economische uh, tendensen die de zaak bepalen. Uh, maar het is dus het handelen van, uh, van individuen die uh, de geschiedenis bepalen. En dat past misschien wel bij ons tijdsbeeld, waar alles gericht is op, uh, de, ja, op, op, uh, op, de, op het individu. Ik maak uit wat er gebeurt. Ik geef vorm aan mijn leven. En op grotere schaal zou dat dan he, kunnen vertaald worden naar de persoon van Hitler. Zo komen wij dan aan bij de laatste grote Hitlerbiografie, die van Volker Ulrich. Die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is twee jaar voor de Hitlerbiografie van Peter Longerich verschenen. Maar het laatste deel is pas twee jaar oud. En vandaar dat we hem als laatste behandelen. Volker Oerig is in 1943 geboren. Hij heeft geschiedenis, literatuurwetenschappen, filosofie en pedagogiek gestudeerd in Hamburg en is gepromoveerd in 1975 met een, een proefschrift over die Hamburger arbeiderbeweging aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog tot, en met de, tot aan de Novemberrevolutie van 1918-1919. Sinds 1990 is uh, Volker Ulrich uh, eindredacteur van, uh, van het weekblad Die Zeit. En daar gaat hij over uh, de afdeling Politisches Boeg. Uh, ja, hij heeft uh, dus uh, tijd genomen om, een, om dat grote historische werk over Hitler te schrijven. De meest uh, up-to-date uh, biografie over Hitler. We zien het op deze dia. Er zijn uh, twee delen: die jaren des Oostenrijkse. Van 1889 tot 1939 en die jaren des ondergangs in 2018 uitgekomen over de periode 1939-1945. Nou zijn er natuurlijk ontzettend veel boeken over Hitler verschenen. En Ulrich legt uit in zijn inleiding van deel 1 waarom hij opnieuw zich waagt aan het schrijven van een Hitlerbiografie. Nou zegt hij om te beginnen, zijn er sinds dat verschijnen van uh, die twee banden van Kershaw inmiddels alweer 15 jaar verstreken. En het radarwerk van het onderzoek is natuurlijk niet stil blijven staan. Dus hij zegt, zelfs het is nog in de versnelling geraakt. Dus het wordt tijd om een nieuwe synthese te maken van al dat nieuwe onderzoek om dat te incorporeren in hetgeen we allemaal al wisten. Dus dat is reden 1. Al dat nieuwe onderzoek wat er is verricht, dat moet ingepast worden in het Hitlerbeeld. En een tweede reden die hij naar voren brengt is dat hij vindt dat, hij, dat de boek van Kershaw natuurlijk gepubliceerd is als een biografie. Maar dat, het, dat Kershaw toch wel heel erg veel nadruk legt op sociaal-economische factoren. En dat is natuurlijk zijn functionalistische kant. En dat het zaak is om in een nieuwe biografie van Hitler toch meer naar die persoon van Hitler te kijken. Omdat hij. Nu, eenmaal de man is waarom alles draaide. In die biografie van Kershaw doemt er toch maar een bleekbeeld van de persoon van Hitler op. Volker Ulrich schrijft in de inleiding van deel 1 dat hij van plan is om uh, de Hitler-mythe te deconstrueren. En hij, hij wil dat doen door, uh, door Hitler te beschrijven als een. Uh, uh, ja, als een mens zoals u en ik, die, die, die in de gezin opgroeit, die naar school gaat, die, die daar vrienden heeft, die ja, zijn leven leidt. En door Hitler te normaliseren, maken we hem zoals een, een mens zoals u en ik. En, en dat maakt hem niet, 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 niet minder erg. En dat, dat, dat verkleint ook zijn, zijn, zijn gruweldaden. Niet in tegendeel, zegt Volker Uri, door te laten zien dat deze man een, een mens was zoals alle anderen en niet een genie zoals dat in de, in de natie-propaganda werd gepresenteerd, wordt hij nog afschrikwekkender. Het is ongelooflijk dat, dat, dat een mens tot dit kan komen. En was Hitler uh, zoveel anders dan, uh, dan, dan andere mensen? En dat maakt het gruwelijker dan Hitler schilderen als een monster die eigenlijk buiten de tijd staat en, en buiten de mensheid staat. Dan verklaren we niks. We moeten zien hoe een mens tot dit soort data is kunnen komen en ons bezighouden. Met deze raadselachtige, verontrustende figuur. Dat, uh, ja, dat zal nooit ophouden. Elke generatie zal daar opnieuw naar moeten kijken. En moeten kijken hoe mensen zich verhouden. tot deze, de, tot deze medemens. die deze gruwelijke dingen heeft gedaan. Hij eindigt die inleiding met het citaat van Eberhard Jekel. de intentionalist. we zijn al eerder tegengekomen in dit verhaal. En die zegt: uh, Hitler zal altijd. Bij de, bij de Duitsers zijn hij is een eeuwig monument van, van hetgeen waartoe mensen in staat zijn en zouden we zouden het woord Duitsers natuurlijk net zo makkelijk kunnen vervangen hij zal altijd met de mensen zijn want hij is een, een, ja, een, een voorbeeld van, van waartoe mensen in staat zijn een, 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 een waarschuwing zouden we het ook kunnen noemen Waarom moet de focus van zo'n studie, volgens Volker Ulrich, op de persoonlijkheid van Hitler liggen, gericht zijn? Nou zegt Volker Ulrich, omdat Hitler de doorslaggevende rol heeft gespeeld. Zonder Hitler zou die oorlog er op die manier niet zijn gekomen en dat verloop niet hebben gekend. Zonder Hitler zou de Holocaust niet hebben plaatsgevonden en we zouden hem ook niet hebben kunnen verklaren. Dus uh, we moeten, we zijn verplicht om in de. de de, de afgronden van zijn karakter te duiken naar zijn complexen te kijken, zijn obsessies zijn, zijn moordlust, we moeten dat nazoeken, hoe die, die factoren zijn denken en handelen hebben beïnvloed zonder Hitler waren er, was die Tweede Wereldoorlog er niet geweest en de Holocaust er niet geweest, dus moeten we Hitler begrijpen om die dingen te kunnen, die grotere zaken te kunnen begrijpen Op de laatste bladzijde van zijn Hitlerbiografie schrijft Volker Ulrich dat het geval Hitler voor alle tijden een waarschuwing is. Als Hitler ons iets leert, dan is het dit: hoe snel een democratie ja, in het ongereden kan raken, uit evenwicht kan geraken, als politieke instellingen niet goed werken en als maatschappelijke krachten te zwak zijn om weerstand te bieden tegen de autoritaire verleiding. Het idee van de leider die de problemen wel even oplost. En vervolgens, hoe dun het laagje beschaving is, wat ontscheidt van de totale barbarij, toen mensen in staat zijn als de rechtsstaat is afgebroken en normale ja, moraliteit, morele regels, gedragsregels, uit, buiten werking worden gezet. En uh, als leiders zonder beperking kunnen beschikken over de levens van anderen. En dat maakt zijn boek natuurlijk ook weer bijzonder actueel. Vandaar dat ik hier deze verkiezingsposter van Alternatieve voor Duitsland bij heb gezet. We zitten opnieuw in een tijd waarin uh, ja, er, er leiders opstaan, populisten die uh, zeggen van: uh, het moet uh, allemaal heel anders, want die democratie die functioneert niet. En uh, die elite die er nu zit, die gooit dan op een, op een akkoordje met, uh, met buitenstaanders. En we, we kunnen zo makkelijk hier uh, die, die, die namen van populisten invullen. We kunnen de joden vervangen door andere groepen. En het, uh, het verschrikkelijke is dat deze verkiezingsposter staat ook nog boven Dieses is Bild ist Teil der AfD-Serie aus Europas Geschichte lernen. Dus dit, deze, dit, deze poster is een onderdeel van de, de Alternatieve voor duitsland serie uit de Europese geschiedenis leren. En men suggereert dus dat men uit de Europese geschiedenis kan leren dat, uh, ja, dat als we niet opletten, wij overspoeld zullen worden door buitenlanders die, uh, die de zaak overnemen. En we zitten dan niet meer in Europa, maar in Eurabiën. En, het, en wat ze dan doen is een, een schilderij daar plaatsen uit de 19e eeuw. Wat uh, uit, uh, in de, de staal van het Orientalisme komt. Waarop uh, een uh, blanke slavin wordt geïnspecteerd door Arabische-Islamitische slavenhandelaren. Dus Europa hier gesymboliseerd door deze weerloze, naakte vrouw die overgeleverd wordt. Aan deze ja, smerige islamieten. We hoeven de zaken maar even uh, andere woorden in te vullen en u begrijpt waar we zitten. Het boek van Volker Ulrich en al die literatuur over Hitler. heeft ons nog steeds heel erg veel te vertellen. Het is dus zaak om die boeken te lezen.